doet boing boing, Kokkie en Peppie. Peppie en Kokkie, hopla eruit. Allebei opstaan, hey haasje reppie. Kokkie en Peppie, opstaan luie Peppie. Trainingsvisie 20 hier op maandagavond en op zaterdag, zo'n hele dag. Hoe ziet dat er voor jou uit, Willem? Begin je met een ontbijtje? Wordt dat gebracht door vrouw Lief? Zaterdag zoals alle andere zaterdagen. Ja, maar je begint wel met een ontbijt, of niet? Goed ontbijt is de basis van een belangrijke dag. Ja, en dan vertrek je naar Ermelo en dan zit er dan al een beetje spanning op je lijf of niet? Nee, dan ben je nieuwsgierig hoe dat gaat verlopen. Ik bedoel, bij zo'n club die je verder dan ook nog niet kent op derbygebied. En ja, dan word ik verrast aan alle kanten. Dat is leuk. En werd je uiteindelijk ook verrast door je boys? Ik werd in eerste instantie verrast door het leuke spandoek, het alternatieve spandoek. Ik maakte eerst een grapje dat ik het zelf betaald had en daar neer laat hangen. Maar dat was niet. Dat was de sponsors die dat gedaan hebben. Nog bedankt daarvoor. En ja, die jongens hebben me zeker positief verrast. Ze hebben alles gedaan wat ze moesten doen en dat resulteerde in een 1-0 overwinning en een hele goede eerste helft. Veel beter waren was als de tegenstander en een rommelige tweede helft, maar het resultaat was prima. Dat eerste kwartier, was dat expres dat DVS een beetje het balbezit aan VVOG gunde of ontstaat zoiets gewoon? Nee, dat ontstaat denk ik en... Ja, dat is gewoon hoe een wedstrijd verloopt. Je kunt nooit, zelfs Barcelona kan niet twee keer 45 minuten een wedstrijd controleren. En ja, dat kunnen wij zeker niet. Nee, en dat wilde de vorige trainer heel vaak wel. Maar dat is gewoon bijna niet te doen. Die controle die moet eigenlijk meer van achteruit, is jouw visie, denk ik. Nee, de controle dat is heel iets anders. Als jij bepaalt wat er in het veld gebeurt, dan heb je controle. Ja, ja. En dan heb je ook nog een controlerende middenvelder ook. Hè? Dat zijn van die woorden heerlijk. Op het WK in Rio de Janeiro was dat het item, hè? Controlerende middenvelders. Ja, dat boeit me niet zo. Nee? Oké. Okay. In de loop van de wedstrijd bleek dat de boys, je jongens, uiteindelijk het op inzet gewoon binnenhaalden. Ik wou een grapje maken, toch doe ik het. Ik zeg, zo'n derby is echt helemaal niet zo moeilijk, maar dit interview, dat is echt pas lastig. Ja, het is lastig. Dan moet je echt nadenken over je antwoorden, of niet? Ja, nee, ik denk, we zullen er nog maar uitrollen daar, maar ja, het is wel een uitdaging. Ja. Nou, heb ik nog een volgend item, want dat vroeg ik me af. Op een gegeven moment nodigde je de scheidsrechter uit. Voor een gesprekje. Zo heb ik het ook voor de microfoon gezegd. En was dat een bewuste? Nou ja, maar we werden heel erg benadeeld. Hij geeft een voordeelsituatie, zeg maar 25 meter of 20 meter buiten de 16. En daarna gaat die speler voor een rode kaart met twee benen erin. En dan fluit hij voor een overtreding nog van het voordeel. Maar dan legt hij die bal bijna in de 16 meter. Ja, dan snap je er echt niks van. En je bleef gewoon halstarrig bezig met die scheidsrechter. Soms denk ik dan wel eens van, hey, dat is een bewuste om Jeremy de Graaf, de vrije trapnemer, toch even wat langer te laten wachten, waardoor die inderdaad de bal in de muur schoot. Ja, maar de wedstrijd was op dat moment een beetje ingeslapen, dus ik denk, zal het publiek even wakker schudden. Precies. Wie ook het publiek wakker schudde, dat was tijdens die wissel met Maus. Hoe kijk jij daar tegenaan? Maurice de Ruiter. Nou ja, dat kan ik heel goed begrijpen. Op het moment dat jij als aanvoerder zijnde en je topscorer, als je dan gewisseld wordt, is niet leuk. Maar ja, er is niemand groter als het team. Maurice niet, de voorzitter niet, jij niet en ik niet. En dat moet hij nog leren. Maar hij is nog jong en hij zit in een leerproces. En hij heeft zijn excuses aangeboden en daarmee voor mij is de kous dan af. Knap. Het was wel een bewuste wissel van jou. Zo van, ja, waarom wissel je hem? Kun je je voorstellen dat ik een onbewuste wissel pleeg? Nee, dat kan ik me niet voorstellen. Bewuste. Een hele bewuste? Nee, de druk op ons team werd heel groot. Met name door hun verdediging die echt heel diep ook in de aanval zaten. En wij konden daar, die druk kunnen we niet wegnemen. En in de omschakeling had Maurice geen meerwaarde meer. Dus ja, als je dan een jonge, verse gozer erin zet die keihard kan werken en fris is, dan kan die druk een beetje wegnemen. En op de counter eventueel nog de zaak forceren. Dat is een heel logische wissel. Ga je aanstaande zaterdag nog kijken naar het tweede?
Denk het niet, want ik denk dat ik een paar dagen in het buitenland zit. Ook gezellig. Hartstikke leuk. Ook daar moet je aan denken natuurlijk, hè? Met gezin? Ja. Hartstikke goed. Heel gezellig. Geniet ervan. Gaan we doen. Willem, bedankt voor dit interview, deze trainersvisie. Het was weer een hoogtepunt. Het was weer visionair, hè? Het was echt een hoogtepunt. Wel, maar, ik heb toch nog een paar vraagjes, hoor. Let op, daar komt hij op. Ja, nee, maar ik ga gewoon nog even door. Ik ben zo benieuwd welke twee ploegen er gaan degraderen. Rechtstreeks. Weet jij dat? Nou ja, ik denk dat de Stedoco zitten echt in een vrije val. En die hebben volgens mij een paas dubbel weekend. Dus ik weet niet wat die tegen Rijnsburg gaan doen. Ze hebben nog een andere wedstrijd. Maar ik denk dat die gaan het heel lastig krijgen. Die zitten echt in een vrije val. Ja, kijk, Rijnvogels met Jaap van Duin erbij, die zitten weer op de weg terug. Ja, ik denk, als ik moet gokken, dan denk ik Huizen en Stedoco. Oké. Nou, dan weet ik dat ook. Hartstikke mooi. Dan nu geef ik je echt een hand. Dat wil ik nog niet zeggen. Ik weet nu ook dat er eentje zeker niet degradeert en dat zijn wij. En dat is mooi, hè? En dan is je doel in ieder geval al bereikt, hè? Dat was de doelstelling. Oké. Hartstikke goed. Gefeliciteerd daarmee. Dankjewel. Groots. Vriend.